Laatste spreker, nee, niet de laatste spreker, maar in ieder geval in de rij referaten over vertalen, de vertaler als auteur, de auteur als vertaler, is niemand minder dan Tjit Bruinja. Hij is een, hij doet alles. Hij doet ontzettend. Hij is dichter in het Fries, in het Nederlands. Hij is zeer geliefd, weet ik uit Betrouwbare Bron, docent poëzie aan Artes in Arnhem. Hij zit in verschillende stichtingen. Hij heeft een website. Hij is dichter van het Radio 1-programma Dichter bij de Dag. Hij treedt over de hele wereld op. Ik kan de lijst namen niet eens opnoemen. Maar hij vertaalt ook veelvuldig zijn eigen werk van Nederlands en Fries-Nederlands. En toen ik hem vertelde, kun je in één zin, of heel kort in ieder geval, vertellen wat je insteek is van je verhaal, zei hij, het gaat over onkunde. Dames en heren, Tjit Bruinja. Maar wel ontzettend handig met microfoons. Oké, dit is de afstandsbediening. Even kijken, moet ik voor het filmpje ook hier op een knopje drukken? Nee, dan gaan we nu naar een filmpje kijken. Of ik moet helemaal vertellen hoe het filmpje eruit ziet. Net zoals Miek. Het duurt wel een halve. Staat hij goed? Wel zelf drukken? Ik druk op dit knopje en dan ga ik kijken. Ja. Hebben we ook geluid? Koninklijke Hoogheid. Ja? Goedemiddag. Laat ik beginnen met me even voorstellen. Ik ben René. Ik heb 9 maanden vastgezeten in een gesloten inrichting vanwege verschillende geweldsdelicten en dat ik klachten van depressiviteit had en suicidaal. Nu gaat het wel beter met mij. Ik doe imitaties. En ik ben 34 jaar en ik doe Donald Duck na die verkracht wordt. Het is een beetje raar. Ja, het is apart. Zo is dit, Donald Duck is verkracht. Zo. Nou, dat is dus een voorbeeld van een geslaagde vertaling. Plotseling kon ik ook Haags. Als u wil weten, ik las een gedicht voor aan onze koninklijke van alles. Dat is wel ergens te vinden, kijk maar eens op mijn blog. Onze buren hebben een kat gekregen. De kat heet Jessams en omdat onze dakterrassen aan elkaar grenzen, hangt de zwarte poes Jessams regelmatig met de witte voorpootjes aan de deur van mijn werkkamer. Dat ziet er ongeveer zo uit. Jessams is een aanhankelijke kat en een prater, maar we verstaan haar niet. Als ze meeloopt door het huis, miauwt ze voortdurend naar ons en wij weten niet wat ze zegt. Sas, mijn vrouw, zei eergisterochtend in bed dat de onverstaanbare klanken van Jessams een goed begin van deze lezing zouden zijn. Ik dacht eerst van niet. We vroegen ons tussen de klamme laaks af hoe we Jessams uitspraken zouden moeten vertalen en hoe je die vertaling vervolgens zou moeten checken. Sas opperde dat het aai me of pak me op zou kunnen betekenen, maar dat was mij te concreet. Ook al reageert Jessams altijd uiterst positief op het opgepakt worden en het aaien. Niet eerder heb ik een kat zo luid horen spinnen. Ik zocht iets anders, iets breders en stelde, terwijl de vogels buiten aan het zingen waren en licht langs onze gordijnen vormen op de slaapkamermuur begon te tekenen, iets voor als vertaling. Zoals wij dat gebruiken in doe iets. Werkwoorden doen katten, lui als ze zijn, volgens mijn volkomen ononderbouwde theorie totaal niet aan. Mijn echt slash bedgenoten was het er wel mee eens, maar er moest toch wat bij, dus stelde ik iets nu voor. Dat door haar liefdevol werd aanvaard, waarop wij opstonden voor onze dagelijkse wasbeurt en ontbijt. Toen ik voor deze avond werd gevraagd, stelde ik Daphne de Heer van de Sla voor iemand anders te vragen. Een erkende vertaler, met meer kilometers op het toetsenbord. Maar het ging om een schrijver die ook vertaalt en welke rol dat werk in hun leven speelt, zei Daphne. Daar kon ik wel in meegaan en daar zal ik iets over proberen te vertellen, afgewisseld met een gedicht en een lied. Mijn carrière als amateurvertaler vanuit het Fries begon met het verschijnen van mijn debuutbundel 3 jaar voor mijn eerste Nederlandse bundel verscheen.
De wiezers in het reet, de wijzers in het rood in 2000. Ik studeerde Engels in Groningen omdat ik ooit het idee had in Amerika te gaan wonen om daar in het Engels geweldige, onbegrepen romans te schrijven terwijl ik al bordenwassend de kost zou verdienen. Ik schreef vanaf mijn 13e geheel nuchter, vage, psychedelische, Engelstalige gedichten, probeerde zelfs in het Engels te denken en sprak tegen mezelf in het Engels. Tijdens mijn studie kwam ik tot één keer en begon ik in het Nederlands te schrijven. Ik gaf een bundeltje uit in eigen beheer in het Nederlands en trad op voor een bed, een consumptiebon en soms ook nog een treinkaartje. Aangezien ik meestal niet voor een Fries, maar een Nederlands publiek stond en aan hen ook graag mijn eerste Friese bundel wilde slijten, sloeg ik zelf aan het vertalen en maakte ik bij de copyshop een boekje dat mensen gratis kregen bij aanschaf van De Wiezers in het Reert. Een bundel die anders voor hen totaal onleesbaar was. Daarnaast plaatste ik die vertaling vaak op mijn website. Ik zal veel fouten gemaakt hebben, dat weet ik, omdat mijn Nederlands ook totaal niet vlekkeloos was. Maar om dat te ondervangen liet ik mijn toenmalige vriendinnen en ex-vriendinnen, die ook schreven en het Nederlands machtiger waren dan ik, die vertalingen verbeteren. In één geval ging dat hopeloos mis. Bundel 3, Gegrommel van Satijn, Gegrommel van Satijn, was opgedragen aan ex-B die niet schreef, terwijl ex-C, student Nederlands en uitmuntend dichteres, de vertaling corrigeerde. Zij was not amused toen ze de naam van ex-B op de titelpagina van de bundel had zien staan, maar hielp me wel mijn fouten te verbeteren. Nou, niet in liefde dan. Het duurde jaren voor de woede enigszins uit haar ogen verdwenen was, maar het gaat nu weer beter. U begrijpt dat vertalen voor mij deels ook een zeer traumatische ervaring is. Later werd ik wijzer en schakelde ik de professionele hulp van vertaler Jabik Veenbaas in, met wie ik niet het bed deelde. Voor de bloemlezing De Geboorte van het Zwarte Paard keek hij een groot deel van mijn vertalingen na, stelde ook in het Fries nog enkele correcties voor. Ik heb natuurlijk braaf geleerd dat je voor een goede vertaling native speaker moet zijn. Ik ben ze net vergeten te drukken op een knopje. Dus dat gewoon... Deze was dan nog bij die lakens, paste die mooi. Dat is trouwens van Jans Musquet. Ik heb natuurlijk braaf geleerd dat je voor een goede vertaling native speaker moet zijn en dat het beter is als je het aan iemand anders over zou laten vanwege de gezonde afstand, etc. Daar ben ik het over het algemeen ook nog steeds mee eens, behalve in mijn eigen geval. Als dichter die het Nederlands redelijk beheerst, lees ik regelmatig mijn eigen vertalingen voor. De vertalingen die ik zelf maak sluiten tot nu toe simpelweg beter aan bij hoe ik voordraag. Daarnaast vertaal ik mijn Friese gedichten vaak voordat ze in een bundel verschijnen. Tijdens het vertalen stuit ik op interessante alternatieven en slordigheden die ook in het origineel verbeterd kunnen worden. Enkele jaren geleden werd ik gevraagd of ik een treinreis naar Cardiff wilde maken in het kader van het Trans-Europe Festival. En of ik tijdens die reis ook meteen maar een gedicht wilde schrijven. Dat vervolgens daar in Cardiff door studenten, professoren, conciërges, medewerkers in zoveel mogelijk talen vertaald zou worden. De Britse dichter Philip Gross, onder andere winnaar van de T.S. Eliot Prize, zou dezelfde reis maken en ook proberen tijdens zijn treinrit iets zinnigs op papier te zetten. In eerste instantie zouden we tegelijkertijd gaan, dan konden we zwaaien naar elkaar, maar dat is niet gebeurd. Het thema was taal en meertaligheid en het gedicht van Gross ging over zijn vader die na de Tweede Wereldoorlog uit Estland was gevlucht. Gross stelde zich voor hoe hij in tegenstelde richting een deel van de reis van zijn vader aan het afleggen was, die op dat moment in een verzorgingstehuis zichzelf, zijn talen en het schaken aan het kwijtraken was. Ik dacht na over wat het voor mij betekende om mijn leven te delen met iemand die mijn moedertaal niet machtig is. Sas spreekt inmiddels al behoorlijk goed Fries en kan het prima verstaan, maar daarvoor ging het woordje voor woordje. Zo introduceer ik al vrij snel in onze relatie de uitdrukking lekker koesen, wat lekker slapen betekent, maar dan alleen gebruikt voor kinderen en in sommige gevallen voor geliefden. Aangezien Sas graag eerder naar bed gaat dan ik, heb ik nu al bijna 10 jaar veelvuldig lekker koesen tegen haar gezegd en komt het bij optredens buiten Amsterdam nog vaak voor dat ik haar 's ochtends vanuit een hotelkamer of perron sms of ze wel lekker gekoest heeft. Koesen komt overigens van het Franse coucher. Dus een van de eerste Friese uitdrukkingen die ik mijn vrouw leerde was eigenlijk importfries. Ik maakte mij grote zorgen in die trein over of de goddelijke inspiratie wel zou komen. Maar voor ik Rotterdam bereikt had, stond er al een tweeluik, en ik woon in Amsterdam, niet in Leeuwarden zoals de meeste mensen denken, stond er al een tweeluik in de stijgers, waarin ik Sas aanspreek met iets meer dan lekker koes. En dan ga ik weer op een knopje drukken. Kijken, ja, dan moet ik 2 keer drukken. Dat komt goed.
Oh, dan kan ik mooi alleen het Fries voorlezen. Dan kunt u gewoon het Nederlands meelezen. Dat scheelt weer in de tijd. Bert. De nam die is broekst voor het eten, het bestek en het servies op tafel, binnen net de eerste nam die ik leerde voor eten, bestek en servies. En als mijn onrekkers rekken soms een heel op pad van mijn jongens, werd mijn zuske mijn kniep dat ik een nar hier, of werd dus mem, mijn krijgt wat beter wosk. Wie sliep in hetzelfde bed, maar dienes is kwatter en minus klinkt meer als het mekkeren van een geit. Je heit mem. Je pakes en beppes, zie het de oors. Ze had die nooit onkroep, een tutjoen of een striek om mijn kop, maar een roeg waskantje. Wie liep in dezelfde vrouw, ik roep die jongen jou die een tut, voor die ding broeks nou dezelfde nam. Die beert en tuten, al jaren worden ze langer. Dat staat er helemaal op. Het eerste deel van dit gedicht leverde niet al te veel problemen op. Maar zodra ik de regel, jem heit en mem, jem paaks en beppers, je het oors wilde oerzetten, het Friese woord voor vertalen, moest ik een keuze maken. Zou ik die paaks en beppers zo laten staan en ervan uitgaan dat de meeste mensen die begrippen wel kenden, wat waarschijnlijk voor veel Noorderlingen het geval zou zijn, of zou ik ze vertalen naar opa's en oma's, waardoor het gedicht voor meer mensen te begrijpen zou zijn en ze in gedachten ook hun eigen grootvader en grandmother daar konden plaatsen. Ik koos voor het laatste. Een tweede probleem was het vertalen van de ruwe kant van het Fries. Mijn oma, die we 's ochtends als ze haar haar in plaats van in een knotje nog los had voor heks uitmaakte, liet ons niet de deur uitgaan zonder dat ze ons een strik om de kop had gegeven. Douchen was er voor ons niet bij in die tijd. We gingen op zaterdag wel in bad, in elkaars badwater, en kregen ook meteen schoon ondergoed aan voor de rest van de week. Maar Beppe had destijds nog geen douche of bad, dus volstond ze met een strik om de kop. Dat gebeurde met een ruw washandje dat al 1000 keer in de biotex was geweest, waar mijn oma overigens ook de afwas mee deed en 's nachts haar kunstgebit mee schoonhield. Die korreltjes biotex die vond je nog wel eens terug in je bord als je aardappel aan het eten was of vla. Die details zitten natuurlijk niet in het Friese origineel van dit gedicht, maar dat striek, dat lijkt op het Nederlands strijken, was voor mij onvertaalbaar. Ik sta open voor suggesties, ik moet er straks maar mee komen. Er komt misschien nog een tweede druk, dus kan ik het nog verbeteren. Ik koos voor je gezicht wassen. Een oplettende luisteraar of kijker valt misschien op dat kop nu als gezicht vertaald is. In het Fries gebruik je iets sneller kop waar je in het Nederlands hoofd of gezicht zou gebruiken. En als ik in het Nederlands mijn oma mijn kop zou laten wassen, zit daar veel minder liefde in dan in het Fries. Misschien moet ik ook nog eens nadenken over een alternatief voor gezicht. Of weet u dus een oplossing? Overigens moest ik al deze zaken ook nog eens uitleggen aan de studenten van en de professoren in Cardiff. Ik had zelf voor een Engelse werkvertaling gezorgd, moest ook wel omdat het gedicht de dag daarvoor in de trein was geschreven. En heb voor die werkgroep regel voor regel, woord voor woord vertaling toegelicht. Waarbij de vertalers meteen alle details konden vragen. Mijn gedichten zijn nog nooit zo goed gelezen. Het vertalen uit een taal die je totaal niet beheerst is not done bij ons. Maar bij festivals op Malta of in Slovenië heb ik gedichten overgezet uit talen als het Asturisch, het Corsicaans, het Maltees. Vaak met behulp van krakkemikkige Engelse werkvertalingen die bijna altijd opnieuw moesten worden gemaakt tijdens de workshops. Die bijeenkomsten leveren vooral waardevolle uitwisselingen op van gedicht en verhalen, nieuwe vriendschappen, nieuwe inzichten in hoe men in andere delen van de wereld schrijft. Maar echt geweldige nieuwe vertalingen levert het over het algemeen niet op. Al kun je soms bij een Nederlandse lezer of festivalprogrammeur misschien wat interesse mee opwekken, in de hoop dat ze die Corsicaanse dichter uitnodigen en voor een bekwame vertaler zorgen. Bovendien leverde die reis altijd een mooie kans op om het Fries onder de aandacht te brengen. Het te laten horen, erover na te denken, omdat je alles moet uitleggen aan iemand die de taal totaal niet spreekt. Door het beperkte aantal schrijvers in de minderheidstaal ontbreekt het overigens vaak simpelweg aan vertalers en aan een markt voor dergelijke vertalingen. Als er al Friezen zijn die uit een andere taal kunnen vertalen, zullen ze dat vaker naar het Nederlands doen. Niettemin beschikken wij over vertalers als Klaas Bruinsma, een gepensioneerde leraar die klassiekers als de Ilias en de Odyssee metrisch correct vertaalde naar het Fries. Het vertalen betekent voor mij als schrijver dus de mogelijkheid met mijn eigen werk in een minderheidstaal een groter publiek te bereiken. Waarbij ik voor de vertalingen naar het Engels, Duits, Spaans en Frans dankbaar ben aan het Letterenfonds en vertaalers als Art Postuma, Marinus Puts, David Komer en Willem Groenewegen, Kim Andriga en Diego Puls. Die voor de vertalingen van mijn Fries gedichten overigens altijd afhankelijk zijn van mijn eigen Nederlandse vertalingen. Want ze spreken geen Fries.
Het biedt me de mogelijkheid om naar festivals te gaan, me via het Engels in de poëzie uit andere landen te verdiepen en om een jongensdroom uit te laten komen. Maar dan wel een die meer weg heeft gekregen van een kreupele nachtmerrie. Daar is hij, de kreupele nachtmerrie. Een paar jaar geleden verscheen er namelijk een cd die geheel terecht flopte. Waarop ik als zanger te horen was. En wie wil niet een glorieuze carrière als zanger? Er was een aantal Friese muzikanten en één dichter gevraagd na het succes van de cd Leonard Cohen in het Fries om zich te wagen aan de teksten en liedjes van Bob Dylan. Wat vooral verschrikkelijke brave middle of the road onzin opleverde. Waarbij geroffeld werd op de hemelpoort terwijl de vertaler eigenlijk een enkele reis naar het vagevuur verdiende. Of ik daar als vertaler ook in mag belanden, laat ik aan u over. Ik koos voor het nummer Fixin' to Die Blues van Dylan's debuutalbum. Het nummer bleek gestolen of geleend te zijn van blueszanger Bucca White, die het misschien op zijn beurt ook alweer ergens anders vandaan had. Ik zal het u een beetje voorzingen. I'm feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die. I'm feeling funny in my mind, Lord, I believe I'm fixing to die. Well, I don't mind dying, but I hate to leave my children crying. Well, I look over yonder to that burying ground, look over yonder to that burying ground. Sure seems lonesome, Lord, when the sun goes down. I'm feeling funny in my eyes, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die. I'm feeling funny in my eyes, Lord, I believe I'm fixing to die. Well, I don't mind dying, but I hate to leave my children crying. There's a black smoke rising, Lord, it's rising up above my head, up above my head. It's rising up above my head, up above my head. Now tell Jesus, go on, make up my dying bed. Yeah, I'm walking kind of funny, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die. Yes, I'm walking kind of funny, Lord, I believe I'm fixing to die, fixing to die. Well, I don't mind dying, but I hate to leave my children crying. Dat was zeg maar het Engelse. Weken zat ik te broeden. Dank u. Weken zat ik te broeden op de vertaling van de eerste regel. Totdat ik 's ochtends ook weer in bed in half slaap tegen Sas zei dat ik eruit moest en even niet gestoord mocht worden. Ik had de oplossing gevonden. Lord werd iets anders. Een logischer keuze voor een heiden uit de streek waar men op school niet aapnoot mies, maar aapnoot mes leert. En waar niet de heer, maar de F-herder, een zakmes, je enige herder is. De vertaling, eigenlijk meer een bewerking, klinkt zo. Hey, de baat me wat in de kop, verdomme neffens, me baan ik op, baan ik hielendel op. Ja, de baat me wat in de kop, verdomme neffens, me baan ik op, baan ik hielendel op. Estjerk in me dat de fuck skillheid, maar die ben ik net al in de jankend achter de litte. Estjerk in me dat de fuck skillheid, maar die ben ik net al in de jankend achter de litte. Ja, jongens, stwar je wat die kant uit naar de huddegroen van het begraafplak der. Ik stwar je wat dom die kant uit naar de klote begraafplak der. Het zit roos aardig verlit niet, verdomme, het is hun gezin eindelijk zakket. Ja, het zit roos aardig verlit niet, verdomme, het is hun gezin eindelijk zakket. Hé, hey, er baat me wat in eigen, verdomme, even mie baan ik op, baan ik heel nul op. Ja, er baat me wat in eigen, verdomme, even mie baan ik op, baan ik heel nul op. Estjerk in me net de fuck skillen, maar hij heet maar die bank ik net al in de jankend achter de litten. Ja, stjerk in me net de fuck skillen, hij heet maar die bank ik net al in de jankend achter de litten. Hier komt zwarte reek omheeg, verdomme, trek hem in zwart uit de kop, wij, zwart uit de kop, wij. Trek hem in zwart uit de kop, wij, hij heet zwart uit de kop, wij, zwart uit de kop, wij. Vrij je nou die rottige reerde duvel, maar hij maait ze mis tjonkende stjerbed op. Ja, vrij je nou die rottige reerde duvel, maar hij maait ze mis tjonkende stjerbed op. Hé, hey, er baat me wat in een skonken, verdomme, even mijn baan ik op, baan ik heel nul op. Ja, er baat me wat in een skonken, verdomme, even mijn baan ik op, baan ik heel nul op. Er stjerk in me net een fuck skill uit, maar die bank ik net al in de jankend achter de litten. Ja, stjerk in me net een fuck skill uit, maar die ben ik net al in de jankend achter de litten. Dank u wel. Kit. Je moet die cd gewoon in je eentje nog een keer doen. Wat zei je? Je moet die cd in je eentje nog een keer doen. Of met Twarres, dat zou ik ook wel willen weten. Twarres? Ja. Best goed, nee, toch? Mind the Toma, die was hartstikke goed. Ja, natuurlijk. Mind ja, the Toma, goed. Nee, ik wilde je één dingetje vragen. Ik vond het zo leuk, je noemde al je vertalers op die met jouw werk bezig zijn. En in relatie tot bijvoorbeeld dat ene zinnetje over dat kop.
snap het gevoelsmatig dat het toch iets anders betekent dan gezicht. Ja. Is het je wel eens overkomen dat bijvoorbeeld als je op festivals elders moet optreden en jouw vaste vertalers vertalen bijvoorbeeld zo'n gedicht, dat je dan toch in een andere taal weer uitkomt op de essentie die kop in het Fries wel heeft, maar gezicht in het Nederlands niet? Komt dat ook voor, dat het via een soort doorgeeft? Via andere taal, dat ik weer mijn eigen ding verbeter, bedoel je? Nee, of dat het toch heel dicht, dat het wel lukt, dat het zoveel beter is. Kom je dat wel eens tegen? Ik weet het eigenlijk niet meer. Het lijkt, nee, dit moet gedicht, bijna wel. Gedicht is toen heel veel taal, echt 40, en dan moesten wij allebei daar gaan zitten in Cardiff. En dan gingen ze het allemaal eens voorlezen. Ik wilde zo dood toen. Ja, het was een grote eer. Ik vond het geweldig, maar het was zo raar om. Maar kwam je dan ook niet dingen tegen die van dit? Je hebt iets heel anders. Nee, maar die meeste talen. Nee, maar het klonk wel mooi. Allemaal Afrikaanse talen. En in het Arabisch, ik heb geen idee hoor, die gasten. Nee. Maar prima toch? Ja toch, heel mooi. Ik heb trouwens een bundel bij me voor als mensen nog meer vertalingen wilden lezen. Gaan we straks nog over. Een krant, €5. Dames en heren, Chit Brian.